Het parlement heeft gisteren de wet Toezicht op Geldtransactiekantoren, ook bekend als de Valutawet, met algemene 42 stemmen aangenomen. De wet geeft de regering de ruimte om een aantal maatregelen in te voeren die moeten leiden tot rust op de valutamarkt. President Chandrika Prasad Santokhi merkte op dat de wet kamerbreed wordt gedragen door zowel de oppositie als de coalitie. Meneer voorzitter, laat me alvast namens de regering uw college bedanken. Ook feliciteren met de goedkeuring van het wetsontwerp toezicht geldtransactiekantoren. Meneer voorzitter, de goedkeuring, zoals men dat met een mooi woord ook zegt, ondersteuning van zowel coalitie en oppositie, kamerbreed noemt men dat wel eens, geeft aan. Namelijk dat er ondersteuning is naar de regering toe bij het treffen van maatregelen om die koers te gaan beheersen. President Chandrika Prasad Santokhi gisteren na de aanname van de wet Toezicht op Geldtransactiekantoren in het parlement.